Zoek jij nog coins? Ga dan naar www.justfivacoins.nl De link staat in de beschrijving. En nou, even vergeet betaal niet de code HARD, alle letters in hoofdletters, te gebruiken voor 5% korting. Yo mensen, ik ben Mark van de War Dynasty. Dat is mijn kanaal, in ieder geval. En ik wilde jullie alvast een beetje een intro geven voor Road to Arsenal. Ik wil jullie spelers laten zien die er zijn. Uh, of jullie zeggen dat ik ze echt allemaal moet halen. Want <coughs> je ziet bijvoorbeeld de aanvallers. En dan heb je bijvoorbeeld Sanchez, Giroud. Welbeck, Sanogo en Akpom. Maar ja, Akpom ga ik nooit gebruiken, waarschijnlijk. Want Giroud en Welbeck kosten waarschijnlijk allebei niks als spitsen. Dus ja, ik weet niet of ik wel heb ik wat toevoeg. Maar dat is waar jullie binnenkomen. Want jullie mogen natuurlijk zeggen: uh, want voeg dat bijvoorbeeld dat toe of niet. als nou, je bijvoorbeeld naar het middenveld te kijken. Er zijn veel, veel goede spelers bij Arsenal. Onder andere Ezilk, Zorla, Ramsey, Wilshire, Walcott, Ateta. Chamberlain, Diaby, Podolski, Campbell, echt je kan doorgaan, maar je hebt bijvoorbeeld ook spelers zoals, zoals je hier kunt zien. Je hebt Nabri en Kokela, en dan heb je ook nog Gideon, Zelalem en Galindo. Maar ja, moet ik die halen? Want ik ga ze waarschijnlijk niet gebruiken. Ze zien er niet al te goed uit. Uh, <laughs> ja, ik bedoel dat niet vreemd, maar ze zien er niet al te goed uit voor futspelers. Ik heb zoiets van mo moeten zij? Ik weet het niet, zeg het maar. Het is jullie mening. En dan heb je ook nog de verdediging die niet heel breed is. Uh, die is eigenlijk totaal niet beleefd, zeker vergeleken met alle andere Premier League clubs. Maar je hebt onder andere met de zakker Koscielny, de Bushi, Gibbs, Montreal, Chambers en Belle Hiervan hou ik waarschijnlijk wel alles spelers in dat is omdat Bellerin een beetje pace heeft. Ja, ja, dat is het. Dat is gewoon echt de reden. Maar de, de keepers. Kijk, ik hou Chesney en Ospina. Maar Martinez en Vickers, ja, dat, dat is allebei gewoon drie keer niks. Dus. Ik weet niet, ik laat het aan jullie of dat allemaal moet, ja of nee. Ik zal ook proberen te traden tijdens deze serie, maar ik weet niet of dat helemaal goed zal gaan. Dan zal ik jullie nog het team laten zien wat ik in gedachten heb. Als eindteam: dat is namelijk dit leuke team. Met onder andere Uzi op cam, Diaby en Ramsey op de positie. Dan heb je. Kazorla als links voor. Je hebt uh, Sanchez als rechts voor. En dan heb je de verenigingen: Debussy, Koscielny, Mertenzakker en Gibbs. Met Chesney op doel. En dit zijn dan de wisselspelers die ik zeg maar wil halen: Wilshire, Giroud, Podolski, Chambers, Montreal, oh God, uh, Arteta. En dan hebben we nog Chamberlain, Flamini, Rosicki. Ospina en Sanago. Dat zijn de spelers die ik wil halen. En dat was een beetje een korte intro van welke spelers ik kan halen. En welke spelers ik van plan ben te halen. Maar laat vooral we wel weten in de reacties. Wat jullie denken dat mijn eindteam moet worden. Dan kan je overal een fut het link achterlaten. Ik zal je comments zeker bekijken. Om te uh, proberen te kijken hoe dat speelt voor mij. Laat ook weten of jullie wat meer traden willen zien. Voor zover dat nodig is. Het zal misschien voor euzool wel handig zijn. En ja, wie weet voor welke andere speler. Maar dit was de aflevering tot nu toe. Dit was een heel korte video. Maar ik wil jullie gewoon even een korte uitleg geven over hoe deze serie zal gaan. Ik dank jullie voor het kijken. Laat een like achter als je genoot. Abonneer als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie later. Doei!